Met een spetterende vuurwerkshow in het Julianapark werd dinsdagavond het carnaval in Kussegat afgesloten. Maar eerst werd er nog eens flink gefeest op het Meierijplein. En alle dansmariekes kwamen nog eens aan bod om hun dans uit te voeren. Jeugdprins Ties de Nurste en prins Hannes den Derde hadden 4 dagen lang de sleutels van het stadhuis in handen gehad. En die moesten ze natuurlijk ook weer inleveren. Hannes den Derde vierde dit jaar carnaval samen met u allemaal hier in het Kussegat. Het zit er bijna op, Hannes. Vanavond nog een feestje in de tent. Maar voor nu, officieel carnaval 2019 is daarmee voorbij. Je mag de sleutel inleveren. Vervolgens stak dit tweetal, onder toezicht oog van de brandweer, de kus in brand en werd er rond de brandende kus gedanst en gezongen, waarmee een einde kwam aan 4 dagen plezier. Ook voor het boerenbruidspaar, dat eveneens 4 mooie dagen had gekend. Nou super, nou die waren helemaal vol. Maar we hoorden overal bij, konden overal mee naartoe. Het was 1 groot samenhorigheid. En dat maakt dit carnavalsgebeuren uniek. De verbinding met elkaar, samen feest vieren. Top, geweldig. Trots om een Kussegatter te zijn hoor, echt. Ja, en de optocht, dat was ook een mooi gebeuren natuurlijk. Ja zeker, dit jaar deden de boeren dan ook... Met een wagen mee en ze hadden een stal gebouwd op de wagen en om met de optocht mee te doen als boeren en ook om op het einde van de optocht mee te feesten en mee te gaan. Ja, geweldig feest voor iedereen. Ja, en ik denk dat jullie nu weer met het feest mee moeten. We gaan weer volop in het feest en we gaan door tot het einde.